gesproken was in het boek ook een enorme sukkel in ieder geval. Maar dat vond ik wel leuk als jongetje. Zoals nu de Pokémon kaartjes. Daar sta ik gelukkig helemaal buiten. Maar mijn jongste kleinzoon is erg van de Pokémon kaartjes. Nou, misschien... Met Charizard. Ja, het is voor mij volkomen. Dat was een leeuw. Die, ja. Oh ja? En Pikachu. Dat zegt me totaal niets. Ik dacht dat Pokémon liefhebbers dan zenuwachtig door een stad renden. Het van Rossum, kunt u mij horen? Ik ging nog wel eens naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Ja, ik hoor, nou geloof je niet dat het waar is, maar ik was altijd nogal gesteld op 19e eeuwse kunst. En in die afdeling 19e eeuw, die moest je ook kunnen, die moest ook de weg weten. Daar was nooit iemand. Sterker nog, ik heb daar een slapende Japaner aangetroffen. Die lag er te pitten op die bank. En ik heb al die schilderijen bekeken, al die koekoeken en schelfhouts en zo. En die man die pitte gewoon door. Ik dacht, wat zou ik hem wakker maken of zo? Misschien dat hij niet onwel is geworden. Ja. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar nee, hij bleef gewoon doorpitten. Dus na 20 minuten of een half uur verdween ik weer. En hij lag nog steeds te pitten. Ik vond het indrukwekkend. Het enige slaper die ik ooit in het museum heb gezien. Nou moet ik zeggen, nu ik dit allemaal vertel. En je weet, het is met dat afdwalen. Ja, dus de lui die niks hebben met afdwalen, die kunnen nu even naar de wc. Ja, die zijn al afgehaakt, denk ik. Oh, die zijn al afgehaakt. Oké, okay. Maar we komen zo terug op die boeken. Vooral op de Robinsonade, heel interessant thema. Het verblijf op een onbewoond eiland. Ja, ik zat dus nog eens in de trein van Amsterdam naar Utrecht. De doodnormale intercity trein. Eerste klas? Ja, ik heb altijd eerste klas gereisd. Ik vond een minimum, zoveel duurder was het niet. En je zat toch niet tussen het pleb, zal ik nou maar even zeggen. Ja, weet je waarom ik daarmee begonnen was? Omdat ik natuurlijk in Wageningen woonde. Dan ging ik met de trein naar Utrecht. Maar in Ede, want het is station Ede-Wageningen. Ja. Wageningen heeft zelf geen station. Ede had een hele reeks van reusachtige kazernes. Dus die treinen zaten altijd vol in het weekend, als ik dus weer terugging. Met soldaten of heen oh ja. Of terug. En die zaten tweede klas. Ja, dat was geen lolletje, die soldaten. Ik vond dat vervelend, agressief volk, eerlijk gezegd. Dus ik ging altijd eerste klas. Ik reisde altijd eerste klas. Waardoor ik heb heel regelmatig in de trein gezeten met Marga Klompé. Die woonde volgens mij in Nijmegen en die was dan op weg naar Den Haag. Ja, ja. En ik wist wel wie Marga Klompé was. Niet dat ik zei van, goh, mevrouw Klompé, nu ik u toch zie, mag ik nog eens zeggen van, nee, absoluut niet. En ik kan je getuigen, zij werkte altijd vanaf het moment dat ik instapte tot zij ging door naar Den Haag. Zat Marga Klompé in allerlei belangrijke documenten te kijken. Ik dacht, kijk, dat is iemand die... Ik heb dat ook vaak gezien, ja. De bewindsvoerders reizen dan heel vaak eerste klas en dan kunnen ze doorwerken. Ja, nou, tegenwoordig zitten ze in een grote zwarte auto natuurlijk. Maar toen reden ze dus kennelijk gewoon met de trein. Ja, ja. Zeker. Maar ja, vandaar dat ik vanwege die soldaten was ik aan de eerste klas begroet. Ik zat in de eerste klas. Bij het doorlopen van de trein viel het me wel op dat er iemand... Een man die zat te slapen op dat tafeltje. Hè, op dat, want tussen die twee banken heb je een tafeltje. En dan hing ze op dat tafeltje. Ik denk, dat is toch ook een kunst dat je in slaap raakt op dat tafeltje. Want dat kan niet comfortabel zijn. En op een goed moment werd er omgeroepen. Vanwege een calamiteit zal deze trein in Apkoude op een zijspoor worden gezet. En nou zo, ja, je denkt, of zou dat een godsnaam zijn? Hij werd op een zijspoor gezet. Wat bleek de calamiteit te zijn. Er verscheen een ambulance naast de trein. Die man die bleek dood te zijn. Oh, dat meen je niet? Ja, hij was dood in een pier. Oh, wat heftig. Ja, waarschijnlijk een drugsverslaafde die zijn laatste shot gehaald had of zo. Ja, hoe kwam ik hier op? Overwege het slapen in de trein? Nee. Nee, je zei dat je tussen Amsterdam en Utrecht, dat kwam ineens op. Ja, je zei wel daarvoor, we gaan nog naar de boeken toe. Maar ik wil nog één ding vertellen over de treinreis tussen Amsterdam. Ja, je beleeft niet zo heel veel avonturen in de trein. Maar dit avontuur dus, heb ik wel beleefd in de trein. Ja. We gaan terug naar de boeken. Ja. Want ik was gebleven, Monus de Man van de Maan hebben we gehad. Ja. We hebben de Bob Evers serie hebben we ook gehad. Ja. En dan zo ben ik op die opa's en oma's gekomen. Nou weet ik weer hoe het verhaal loopt. Die hadden een soort vliering op in hun huis in Delft. Een groot ouderwets huis was het.
Zwitsers waar ik nu zelf in woon, maar dan het oogde allemaal een stuk ouderwetser. En op die vliering stond kinderspeelgoed van mijn vader en zijn broers uit de jaren 20 en 30. En ook wat ze gelezen hadden. En daar ontdekte ik die blauwe deeltjes van Jules Verne. Er stonden er wel 10, denk ik. Een lekker rijtje. En nou ja, ik ben dat gaan lezen. Het was natuurlijk een beetje ouderwets taalgebruik, dat wel. Ik vond dat nou niet zo'n probleem. En met name 2 van die avonturen van Jules Verne, die zijn mij eeuwig bijgebleven. Namelijk, dat was het geheimzinnige eiland. Nee, dat zijn 2 delen. Het ene heet De Luchtbreukelingen en het tweede heet Het Geheimzinnige Eiland. En dat gaat over een aantal Amerikanen. Die zijn gevangen genomen tijdens de burgeroorlog. Zij horen natuurlijk tot de goede kant, de noordelijke. En in Richmond gevangen gehouden door de zuidelijken. En dan zien zij een mogelijkheid om te ontsnappen met een luchtballon. Die ligt daar klaar om de lucht in te gaan, weet ik waarvoor, dat kan ik niet vergeten. En dan, zij gaan in die luchtballon en ze snijden de touwen door en denken dat ze dan in no time in het noorden terecht zullen komen. Maar nee, er steekt een gruwelijke orkaan op en dagen en dagen en dagen jagen zij door de lucht en tenslotte, niet waar, dreigen ze in zee te vallen, maar net gelukkig op de rand van de zee in het land vaststorten ze neer. En dat blijkt een onbewoond eiland te zijn. En het geniale, ze beleven daar tal van avonturen met levensgevaarlijke zeerovers en van alles en nog wat. Maar de essentie van dat boek is dat deze groep van personen, het is gelukkig, de leider is een ingenieur, dus die weet van wanten, die weet hoe de natuur in elkaar zit. Zij bouwen eigenlijk een complete nieuwe beschaving op. Dus ze maken een rotswoning omdat ze dynamiet hebben gemaakt. Ze maken een telegraafverbinding met een soort boerderijtje wat ze gebouwd hebben. Ze bouwen een schip. Want er is ook een scheepstimmerman bij. En nou ja, ze creëren een wondere wereld. Bovendien worden zij tijdens dat verblijf op dat eiland, steeds als ze iets echt nodig hebben, maar het niet hebben. Bijvoorbeeld de jongste lid van het gezelschap, die krijgt een vreselijke ziekte. En het is duidelijk dat zonder, ik geloof, kinine, zal die het niet overleven. En Baratje, en de volgende ochtend staat er een buisje kinine naast zijn bed. Ja, wie? Het is een geheimzinnige autoriteit. Iemand doet dat. Niemand weet wie. Ze vinden een kist met geweren. Als die zeerovers hen dreigen te overweldigen, vinden ze na enkele spannende uren, vinden ze alle zeerovers zo dood als een pier, met een heel klein rood gaatje, rood brandgaatje op het hoofd. Wie heeft de zeerovers doodgeschoten? Het blijkt een raadsel. Helemaal aan het eind van deel 2, ik zei ja, een tal van avonturen zal ik je onthouden, maar ik kan het warm aanbevelen. Dan komt uit wie het is, want dan het eiland is vulkanisch en dan begint die vulkaan te werken. En nou ja, hoe gaan ze dat overleven? En dan blijkt eigenlijk dat kapitein Nemo, de held van de 2 boeken waar ik het zo over zal hebben, die ligt daar in een soort grot onder die vulkaan in zijn duikboot de Nautilus. En die heeft gezorgd voor de kinine, voor de geweren. En nou ja, die heeft ze in feite geholpen. En die overhandelt zich nog een soort schat. Maar dan, die duikboot kan er niet meer weg. Hij is stervende. Dat is het slot van kapitein Nemo. En ja, het eiland blaast zichzelf op. En dan is er nog maar 1 rotsje over. En net dreigen ze allemaal dood te gaan. Komt er een schip aan wat op zoek was naar 1 van hen. Dat was namelijk iemand, een ontzettende boef, die in zijn eentje op een ander eiland een hele tijd had gewoond, maar door hen was opgehaald. Klinkt nu allemaal erg ingewikkeld, maar het zijn 2 magnifieke deeltjes. En spannend. Hartstikke spannend. Ja. Hartstikke spannend. Het is nog spannend als je ook weet hoe het afloopt. Ik lees het nog wel eens. Ik heb ze onlangs nog eens een keer gelezen. En het allermooiste vond ik dat er was een fantastisch mooi kaartje van dat eiland bijgevoegd. Een fantasiekaartje. Ik heb nog tijdenlang fantasiekaarten ontworpen. Hè? Ook dan eilanden waar ik eventueel, want dat was een andere wonderlijke. Ik had ook de avonturen van Joshua Slocum gelezen. En dat was eigenlijk de eerste amateur die in een zelf opgeklapt bootje de wereld rondgezeild was.
Hij is ook tenslotte verdwenen op zijn tweede of zijn derde reis. Maar die Joshua Slocum, dat werkte enorm op mijn verbeelding. En ik heb tijdenlang het verlangen gekoesterd om ook op een zeilschip eenzaam over de oceanen te zwerven. À la Joshua Slocum en kapitein Rob, waar we nog over te spreken komen. Dat was Jules Verne en natuurlijk kapitein Nemo, dat is de hoofdfiguur in 20.000 mijl onder zee. Dat zijn ook twee, het oostelijk halfrond, westelijk halfrond, dat zijn twee delen. Geweldig. En prachtige plaatjes, echte mooie 19e eeuwse illustraties. Maar ook andere boeken van Jules Verne kan ik warm aanbevelen. Michail Strogoff, Koerier van het Tsaar, hartstikke spannend. Tranen spelen in het boek een essentiële rol. Daar ga ik nou niet verklappen hoe het zit. Maar ik ben bang dat het Jules Verne niet meer gelezen wordt, eerlijk gezegd. Dat zou een groot verlies zijn. We kunnen het even vragen. Kan iemand op reageren? Hè? Als je... Ja, ik weet niet of die deeltjes... Nog een hele tijd. Ik heb ook in de jaren... Na de jaren 70 heb ik wel een aantal van die deeltjes nieuw gekocht. Dus toen zijn ze kennelijk toch nog wel... Moet toch wel nog ergens te vinden zijn. En iemand moet er op een gegeven moment weer... Alles komt er op een gegeven moment weer terug. Ja, dat zou je denken, ja. Weliswaar niet in de vorm die jij kunt appreciëren, maar... Betwijfel het. Want ik neem aan dat ook het... Kijk, het was toen al vrij ouderwets ogend en lezend proza. Hè, met de bekende SCH en ja. Zo met twee O en zo. Dat werk. Ik vond het verder helemaal niet zo'n groot probleem. Nou ja, we moeten dat eens even nakijken hoe dat precies zit. Wat ik eigenlijk nog vergeten ben te vermelden is... dat op de onderste plank van onze boekenkast in de achterkamer... daar stonden de Verkader-albums. En zowel in de ene kant van zijn media als aan de andere kant... waren veel Verkader-albums aanwezig, vaak ook dubbele. En ik had er ook een aantal meegenomen, een aantal cadeau gekregen. Ik vond ze ontzettend leuk en... Mijn vroegste leeservaringen zijn deels in de Verkader-albums. Er stonden natuurlijk leuke plaatjes bij. Dus bekeek je de plaatjes en dan kon je in principe de tekst ook lezen. Bijvoorbeeld Hans de Torenkraai. Dat is een heel, heel spannend avontuur over kraaien. En kou eigenlijk. En Torenkraai is een kou. En wat ook, waar de kinderziel bepaald niet gespaard werd. Want zijn vrouw die wordt akelig, komt akelig om het leven en zo. Het is... Maar ja, ik vond al die Verkader-albums iets geweldigs eigenlijk. Ik vind ze nog geweldig. De plaatjes zijn echt... Ik heb laatst in met het programma met mijn broer en zus... hebben wij het Verkader-museum bezocht in Zaandam. Wat ik warm kan aanbevelen. Ik wist helemaal niet dat koekjesmachines zo groot waren, jongen. Een ding, man. Het leek wel een stadsbus zo groot. Die machine maakte koekjes dat je denkt... Dat helemaal... Laat dan die telefoon weer vergeten. Ja, hoe is het mogelijk? Ik had beloofd om even vooraf te zeggen van dat je hem uit moest zetten inderdaad. Of op stil of zo. Stom toch? Ik zal het de volgende keer weer even proberen aan te denken. Nou ja. Maar ja, het is wel zo dat als stel dat er dan calamiteit is, moet je wel bereikbaar zijn. Dat wel, dit is geen calamiteit. Oké. Waar waren we gebleven? Ja, bij de koekjesmachine. De koekjesmachine, ja. Dus bezoek het Verkader-museum. En ik was daar speciaal heen gegaan. Verkader is toch ook van de chocolade? Van alles, allerlei koekjes. Ik weet niet, het bedrijf is niet meer van de oorspronkelijke bezitters. Ook overgenomen, net als Douwe Egberts heb je hier om de hoek. Maar ja, het is tegenwoordig Sarah Lee als ik het wel heb. Ja, wat ik wou zien waren de originele van de Verkader-albums. De originele aquarellen. Ja, dat heeft men zoveel genoemd. Die hadden ze daar? Ze hebben de hele zaak compleet vanaf de Verkader-albums. Waarom wil je dat zien? Ja, dat zijn zulke prachtige plaatjes. Dat is echt het... Daar staan plaatjes in dat je denkt ooit waren delen van Nederland gelijk aan het paradijs. Dan is in Nederland natuurlijk ontzettend veel verpest door de welvaart en door de nieuwbouw. Nou, gaan ze maar door. Maar er staan prachtige plaatjes in. Hoe zag het de er dan twee uit? Albums, Onze Grote Rivieren en Waar Wij Wonen. Mocht u ze tweedehands kunnen krijgen, overigens in het Verkader-museum, kon je voor een hele schappelijke prijs keurige ouderwetse edities van de Verkader-albums aanschaffen. Ik heb er meteen twee gekocht, die had ik al. Maar je kunt maar nooit weten, niet waar.
Later misschien eens voor de kleinkinderen, wie zal het zeggen. Ja, en het kan heel veel waard worden misschien nog. Nou, dat denk ik niet. Er zijn vooral de latere albums gingen in oplages van 100.000 of meer de deur uit. Dus die, dat wordt niet verschrikkelijk veel waard. Zoals nu de Pokémon kaartjes. Daar sta ik gelukkig helemaal buiten. Maar mijn jongste kleinzoon is erg van de Pokémon kaartjes. Nou, misschien... Met Charizard. Ja, wij, het is voor mij voorkomen. Dat was een leeuw. Die, ja. Oh ja? En Pikachu? Dat zegt me totaal niets. No, ik dacht dat Pokémon liefhebbers dan zenuwachtig door een stad renden om dan... Ja, dat is later gekomen. Dat is met die app. Dan moest je Pokémon vangen bij jou in de voortuin. En dan zag je dus in de virtuele wereld zat hij bij jou in de voortuin. En dan moesten ze hem vangen. En dat leverde dan inderdaad punten op. Oh. Maar daarvoor had je ook nog kaartjes. Die kon je gewoon sparen en zaten van dat plastic. En dat is nu dus schijnbaar is dat heel veel waard geld waard. Ik zou niet weten waarom, maar... Ja, dat heb ik ook begrepen. Maar goed, ik sta daar volledig buiten. Dit is een, heb ik niets met dit is voor een maken. Andere generatie. Ik hoop dat mijn kleinzoon tegen de tijd dat hij 78 is ook een podcast maakt. Van, ik zal eens vertellen over de Pokémon kaartjes. En dat dan ook de luisteraars denken, waar gaat dit over? Wat is dat voor iets raars? Enzovoort. En nu hebben we gehad, Jules Verne hebben we gehad. We hebben de verkade albums gehad. Wat kunnen we nu nog verzinnen? Nou ja, de grote ontdekking. Van, ik weet wel dat in mijn beste vriend Frank van Wijk, wij gingen altijd elke week, hadden we een soort bijeenkomst in de bibliotheek, in de Bergstraat. Ja, moet je niet te veel van voorstellen, het waren de voorkamer en de achterkamer van zo'n ouderwets huis in de Bergstraat. Daar was de bibliotheek en daar gingen we dan gezamenlijk heen. En dan begon je dat ze Frank zei, ik heb nou toch een ontzettend leuk, spannend boek gelezen. Dat heet In de Ban van de Ring. En dat moeten jullie ook lezen, hartstikke leuk. Dus ja, dat zijn we allemaal gaan lezen. Dat was het eerste deel, hè. Het zijn drie delen in principe. En die andere twee delen waren nog niet vertaald. Dat vonden we wel enorm frustrerend werk. Want je wou wel van dolgraag weten hoe het af ging lopen. Maar we waren niet in staat, ik ben ook toen niet op de gedachte gekomen om de Engelse editie dan maar aan te vatten. Die ik natuurlijk wel later, dan heb ik de Engelse editie gekocht. Ik heb een hele mooie editie, al zeg ik het zelf. Allemaal leuke tekeningetjes en kaartjes van Tolkien zelf erin. Ja, dat was een enorme hit. Ten slotte kwamen werden die tweede en derde deel werden ook verteld. En ja, wij vonden In de Ban van de Ring echt geweldig. Je weet, in literaire kring is dit niet not dan om dat mooi te vinden of leuk te vinden of interessant of spannend of wat je dan ook maar. Het gekke is dat in alle onderzoeken die ik ooit gezien heb van wat is de roman die het meeste indruk op u heeft gemaakt, dat ik geloof by far, verreweg, de meeste stemmen zijn dan voor Lord of the Rings. Wat natuurlijk ook, zoals je weet, indrukwekkend verfilmd is en waar miljarden aan verdiend zijn. Maar de boeken vind jij beter? Ja, je moet de boeken zijn, want er zijn allemaal dingen die zijn weggelaten in films. Is een van mijn favorieten, Tom Bombadil, die komt in de film totaal niet voor. Dat is een soort getonische godheid, zou je kunnen zeggen. Die is namelijk de enige persoon die ongevoelig is voor die ring. He, je weet, die ring, als je die aandoet, dan word je verdwijnt, je bent onzichtbaar. Ja. Maar tegelijkertijd ondermijnt die ring je zelfstandigheid, je geestelijke weerstandsvermogen, enzovoort. Ja, wij vonden het geweldig. Ik vind het nog steeds geweldig. Ik vind ook ja, dat vind ik altijd een beetje kinderachtig, dat het dan niet in overeenstemming is met wat, zeg maar, de literaire wereld vindt dat een boek moet zijn. Ik heb wel eens iemand gesproken die zei, het is gewoon een fascistoïde kaboutersprookje. Omdat de slechte rikken natuurlijk allemaal andere kleur hebben en een beetje scheve ogen en dat soort van dingen. Ja, het is, ja, Tolkien was een late Victoriaan en ja... Die me natuurlijk altijd aan mijn opa deed denken, dat heb je wel. Een hoogleraar in de filologie. Hij was ook een soort van taalgek. Hij had ook een hele nieuwe, en die elfentaal en zo, dat vond hij. Eigenlijk zijn die boeken begonnen als een soort knutselwerkjes. Het idee dat hij een eigen wereld wilde creëren. En dan geloof ik ook voorlezerij aan zijn zoon, want het begint natuurlijk. Want wij hadden veel eerder In de Ban van de Ring gelezen dan de boek De Hobbit. De Hobbit is ouder en veel meer een kinderverhaal. Ik vind ook de verfilming, ik heb tenslotte alle verfilmingen wel gezien, maar ik vind de verfilming van De Hobbit, daar kon ik niet naar kijken. Ze zeggen wel eens dat De Hobbit de voorloper is van In de Ban van de Ring. Ja, dat klopt, omdat die ring daar natuurlijk opduikt. Ja. Hè?
Dat is Gollum en die God en My Precious en zo. Ook, ja. Wij vonden het geweldig. Ik kan niet anders zeggen, wij vonden het geweldig. Ik vind het nog steeds geweldig. En dat is generaties later ook nog steeds, door die films natuurlijk weer heel actueel. Ja, ja. Ik heb het ook de hele zaak aan mijn kinderen voorgelezen, 1200 bladzijden. Zo. Maar ik moet zeggen dat het weer hetzelfde probleem een beetje als bij Niels Holgersson. Hè. Dat is ook een forse, maar één deel natuurlijk. Veel vonden zij vrij melig. Zodra het een beetje spannend werd en zo, en die zwarte ruiters, dat ging er wel in als koek. En enge dingen, dat vonden ze wel leuk, maar het was toch wel een hele zit eigenlijk om het voor te lezen. Precies. Er zijn ook mensen die doen hele marathons, hè, met die films. Die gaan in de weekend al die films kijken. Die duren natuurlijk ontzettend lang. Ja, want volgens mij is daar ook van al die films is een zogenaamde director's cut gemaakt. En dan zijn ze nog een uur langer. Oh, ja? Dat is vaak veel meer opgenomen dan er in de eindmontage in eerste instantie gebruikt is. Ja. Ja. Dus ik geloof dat de meeste van die, ook bij de, in de band van de ring, of de film Lord of the Rings, dat zijn ook 3 films. En volgens mij zijn ze tegenwoordig allemaal 3 uur plus. Ja, het duurde erg lang, ja. Het duurde vrij lang, ja. Dat klopt. En sommige dingen zijn verrekt goed gedaan. Hè, bijvoorbeeld die Orks en Moria en zo. Het kwaad is fantastisch goed. En de goede en de aardige mensen zijn allemaal een beetje suffe, bolkende biertypes eigenlijk. Ja, dat is heel lastig. Het is lastig om het goede interessant te houden. Ja. He, bijvoorbeeld die Lady Galadriel van die elfen die daar in dat verwelkende bos wonen. Dat, daar heb je een bepaalde voorstelling van als lezer. En dat blijkt dan een of andere Engels filmsterretje te zijn. Ja, waar je denkt van, een leuk meisje, maar totaal niet wat gesuggereerd wordt in het verhaal. Namelijk iemand met macht. En iemand die zelfs gevaarlijk zou kunnen zijn. Ja, als er een Engelse filmster in een witte jurk staat, dan wil dat niet zo doorkomen. Dat is natuurlijk ook, dat hangt ook samen met filmconventies, dat alle vrouwen toch een soort van knapheid moeten hebben. Ja. Dat is de ijzersterk in de Scandinavische films, dat die vrouwen zien er doodnormaal uit, zijn doodnormale vrouwen. Hun haar is ook niet elke 2,5 uur gewassen voor de film. Daar zullen Amerikanen nooit iets van begrijpen. In die zin deugt daar van alles niet aan. Nu zijn we wel een heel eind gevorderd. Ik denk dat ik veel meer literaire dingen ben gaan lezen daar. Dat zal zo 59, 60 zijn geweest ongeveer. Wat las ik? Moeders wel. Dat was toen natuurlijk heel modieus om dat te lezen, hè. Dat verhaal over Suzanne Maduro en natuurlijk het stenen bruidsbed. Vooral natuurlijk omdat er in gevreden werd. Dat vond ik ook al vrij interessant allemaal. Het gaat over het bombardement op Dresden. Pas veel later heb ik Slaughterhouse 5 gelezen, wat wel beter is. Maar Moeders is bepaald niet slecht. Ik vond natuurlijk in de tijd, de zaak 4061 gaat over het Eichmann-proces. Dus dat is alweer begin jaren 60, een voortreffelijk boek, misschien wel het beste wat hij geschreven heeft. En wat las ik nog meer? Cees Notenboom moet je geloof ik zeggen. Philip en de anderen. Dat waren van die lui die naar Frankrijk gingen liften. Dat vond ik ook wel spannend. Maar ik heb dat niet in me. Hè. Ik dacht ik ga ook liften, maar ik weet zeker, ik ga een kwartiertje langs de weg staan. Ze stoppen niet voor mij. Dan word ik zo ongelooflijk pissig dat ik meteen naar huis ga. Dat is niks voor mij. Waardeloos werkelijk. Wat in die tijd in de mode was. Hugo Claus, Moelis, Notenboom, Vestijk. Ik was al een vrij enthousiaste Vestijk-lezer. Ik heb laatst nog met mijn leesgezelschap hebben erin gelezen. Terwijl ik het wel, het was 4 en zo, wel een aantrekkelijk boek vond, was het toch. Ja, het is altijd heel gevarieerd wat men ervan vindt. Maar er was niet sprake van een groot enthousiasme. Het schijnt dat Vestijk echt totaal niet meer gelezen wordt. Dat gewoon, ik meen zelfs dat de publicatie van zijn verzameld werk is stopgezet. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Mocht dat niet zo zijn, meld u dan even dat het niet zo is. En dat het voor een habberkrats nog compleet te krijgen is. En niet bellen, mailen alsjeblieft. Mailen, alsjeblieft niet bellen, maar mailen.
Zeker over het verzameld werk van Versdijk. Hij die sneller schrijft dan God kan lezen. Zoals dat heet. Ja, die had ook historische romans. Vuuraanbidders. Ierse Nachten. Dat vond ik wel een geweldige boek hoor. En Ivoren Wachters. Het ging over een jongen die verliefd werd op zijn Franse lerares, geloof ik. Vonden we ook erg interessant allemaal. Ja, dan moeten we even terugschakelen. Want tegelijkertijd dat ik al deze dingen las en nog wel meer. Want ik ben ook van alles en nog wat vergeten natuurlijk. Dat heeft ook niet zoveel indruk gemaakt. Ik heb eigenlijk zo'n beetje alles wat ik nu verteld heb. Met uitzondering van Monus de Man van de Maan, Bolken de Bier. En die Bob Evers boeken heb ik op een keurig plankje bij elkaar staan. Zodat als ik tenslotte zo oud ben dat ik eigenlijk helemaal niks meer kan ondernemen. Dat ik gewoon weer begin aan mijn jeugdlectuur. En misschien dat het ook mogelijk is dat dan de nachtzuster nog voor mij kinderliteratuur voorleest met de stem van mijn moeder. He, dat zou nog wel het mooiste zijn. Bij deze het verzoek. Ja. Ik ben ook nog eens begonnen aan een collectie klassieke films op DVD. Want toen dacht ik nog, dan kun je aan zien hoe snel je door de tijd wordt ingehaald. Ik dacht, nou ja, dan tegen de tijd dat ik ook eigenlijk niet meer zo... Ik hoorde vaak van heel oude kennissen dat ze toch moeite hadden met zich te concentreren op langere teksten. Dacht ik, oké, dat gaat mij natuurlijk tenslotte ook overkomen. En dan koop ik zo'n licht rondlopend tv-scherm. Hè. Dat heeft altijd enorm op mijn verbeelding gewerkt. Ik heb die zo'n ding, maar dat kan ik altijd nog aanschaffen. En dan ga ik al die films draaien. Ik heb de streamingsdiensten totaal niet aanzien komen. Ik begrijp nog steeds niet precies hoe dat technisch in elkaar zit. En nu kun je alles streamen. Waarbij ik natuurlijk toch onveranderlijk noodlottig terug moet komen op mijn bezwaar tegen Netflix. Beste Netflix, zorg nou eens dat je een flink aanbod klassieke films hebt in plaats van al die rommel die erop staat. Je bent platgemaild met allemaal mensen die zeiden van ja, maar hier... dat heb ik geprobeerd. En dan werd er gezegd, dat is in uw regio, mag je dat niet bekijken. Nee, maar zijn allemaal, ik weet niet hoe het allemaal heet, maar historische plekken waar je overal terecht kunt. Voor allemaal historische films. Er zijn allemaal mailtjes over gestuurd. Ja, ik wil gewoon Fellini zien. En ja, wat in de jaren 60. Nou, Patton heb je al op DVD. Alleen die loopt vast. Dus, ja, Patton liep halverwege vast. Dat is niet zo erg hoor. Dan heb je het leukste wel achter de rug eigenlijk. Oké. Goed. Maar je wilde nog iets zeggen. Misschien over de strips? De strips, ja. Ik wou nog even naar de strips. Is er nog tijd voor de strips? Dan doen we de strips de volgende keer. En dan kunnen we ook meteen dan even... we de volgende keer een gevarieerd programma. Want ik vond toch wel zielig eigenlijk dat ik de Fiat 500, de klassieke Fiat 500, niet gedaan heb. Ja, dat klopt. Eerst dus de Topolino en dan de Fiat 500. Ja. Vooral omdat dat ik ook iets wil zeggen over mijn grote liefde, de Fiat Multipla. Ja, dat precies. Even kijken, ik kan nog eventjes één vraag doen van iemand die wat heeft ingesproken. Dit is ook een, dit is een 082 nummer. Dat is ook grappig. Waar zou dat zijn? 082? Ik heb geen flauw idee. Zou dat Amerika zijn? Nou, even kijken. Dit is JZ. Nou, even luisteren. Hallo. Jacco Zwetsloot, ik woon in Seoul, Zuid-Korea. Ik zou graag een podcast willen horen over de automobiel, de Citroën DS. Oh, ja. En ook een aflevering graag over de Koreaoorlog en de moderne geschiedenis van Zuid- en Noord-Korea. Dat is een leuk idee. Dankjewel. De DS hebben we gedaan, hè? Ja. Heeft deze meneer misschien nog niet gehoord, maar de DS hebben we toch behandeld, of niet? De Citroën DS. Nee, eend hebben we gedaan, toch? Nou, dat moeten we even opzoeken nog. Oké. Dat de DS ook best doen. Dat is een heel leuk boekje van een Nederlandse autojournalist over de ontwerper van al die gekke Citroëns. Dus de Traction Avant, de DS en de Eend en de meneer Lefevre. Heel leuk boek. Ja. Oké, en dan even kijken wie dit is. Goedemiddag, je spreekt met Boukje Uitendaal. Ik ben de tweede aflevering van China aan het luisteren. En daarbij is er een dwaalspoortje over de korting die Maarten van Rossum krijgt bij zijn kapper. Ja. En dat hij daar falikant op tegen is. Ja. Toen vroeg ik me af, waarom is Maarten van Rossum daar falikant op tegen? Bij de kapper kan ik me dat voorstellen, want het is natuurlijk onzin. Haar is haar, maakt niet uit welke leeftijd je hebt. Maar net zoals in het OV is het wel heel handig dat je die ouderen juist de bus en de trein in weet te trekken met kortingen. En overigens, ik ben dol op de dwaalspoortjes. Dus die mag je met
verven uitvoeren. Ja, en net zoveel mensen hebben, moeten er niks van hebben dan die er wel iets van moeten hebben. Dat zul je altijd zien, boukjes dit. Ja, en ook ten aanzien van het openbaar vervoer vind ik het onzin dat je als bejaarde korting krijgt. Ik heb altijd geweigerd om een bejaardenkaart te kopen. Dus ik heb altijd gewoon, ook terwijl ik al, ik ben al, hoe lang ben ik al niet bejaard? Al 13 jaar. Wanneer ben jij eigenlijk bejaard? Is dat een leeftijd waarop je bejaard bent? Vroeger 65. Ik neem aan dat het nu dus opgeschoven is naar het moment waarop de AOW begint. Dan ben je bejaard? Ja, dat is 67 plus. Terwijl die mensen vaak, zie je dan mensen van die leeftijd, denk je, ja, het zijn toch nog geen bejaarden? Ja, toch bekijk, je begrijpt zelf dat dat een vrij arbitraire grens is. Ja. Je hebt mensen die op hun 65ste moeiteloos de marathon lopen. Je hebt mensen die op hun 65ste nauwelijks in staat zijn om zonder gevaar uit hun bed te komen. Dus dat varieert enorm. Maar ik vond het gaat ervan uit dat natuurlijk, het is vanuit de klassieke situatie dat de bejaarden in feite er arme tieren gaan toe zijn. Dat niet geldt ook voor studenten. Ja, die krijgen bijvoorbeeld. Nou ja, die hebben dus ook een kortingskaart, toch? Ja, zolang ze studeren hebben ze een kortingskaart. Ook bij de kapper trouwens. Ik vond het simpelweg niet noodzakelijk dat bejaarden in Nederland een korting krijgen. Dit is positieve discriminatie en ik ben tegen discriminatie, positief of negatief. Oké, goed. Wie is dit? Hallo Maarten en Tom, dit is Alexander Verdegaal. Dank jullie wel voor jullie podcast. Ik geniet altijd erg van Maartens inspirerende onafhankelijkheid. Een vraag over de China-aflevering. Als ik het goed heb gehoord, is Maarten niet zo bang dat China de wereld wil overnemen, om het zomaar te zeggen. Maar wat vindt hij dan van de expansiedrift van China in de wateren van de Zuid-Chinese Zee, vlakbij andere landen zoals bijvoorbeeld Indonesië, waar China eilandjes aanlegt, vissersboten op afstuurt en ook op andere manieren internationaal zeerecht lijkt te willen negeren? Nou, alvast dank voor het antwoord en veel succes nog. Ja, dat is waar. Ik vind die politiek in die Zuid-Chinese zee eerlijk gezegd vrij kinderachtig. Ik zie ook niet direct wat de grote strategische betekenis daarvan is voor China. Aan de andere kant, het is bij hun om de hoek. Hè? Hoe zouden de Amerikanen reageren wanneer wat zij beschouwen als hun strategische achtertuin. Als daar wat zou gebeuren. Ja, dat is het gekke. Dit denken is altijd in één richting. Ja. Ben ik bang dat China de wereld wil verhogen? Nee, daar ben ik totaal niet bang voor. Denk ik dat het waarschijnlijk is dat China zijn invloed ook in Zuidoost-Azië verder zal uitbreiden? Ja, dat kan ook met name natuurlijk door het immense economische gewicht van China en alles wat daar met import-export aan vasthangt. Zal dat soms problematisch zijn voor de landen in de buurt? Ja, dat zal ongetwijfeld het geval zijn. Ook de relatie de Verenigde Staten-Canada is deels problematisch. Om allerlei reden, idem dito, Amerika, Mexico, al zit dat anders in elkaar. Dus ik vind wel dat je een opkomende macht moet je niet voortdurend proberen op alle denkbare wijze te blokkeren. Je moet ook de ruimte bieden aan de opkomende macht om zich te gedragen als een wereldmacht. Oké. Maarten Gorter hebben we ook nog. Dag meneer Van Rossum, ik heb een vraag voor u over de uitzending van Per Seconde Wijzer, waar u bij de naam John Jay zei dat u dat geen klap zegt. Dit verbaasde mij aangezien John Jay als een van de founding fathers van Amerika, als vicevoorzitter van de Federalist, als eerste chief justice van het Supreme Court en ook nog eens heeft hij een grote rol gehad in het tot stand komen van de Amerikaanse grondwet, toch zou je zeggen, een bekende naam zou moeten zijn in de vroege Amerikaanse geschiedenis. Wellicht, nu ik hem zo'n beetje heb samengevat, zegt de naam John Jay u weer wat. Ik ben benieuwd of u toch nog wat weet over John Jay. Groetjes, Maarten Gorter. Nee, ik wist niks van John Jay. Dat is vrij simpel. Ah, daar heb je hem. Een jonge geleerde. Ik juich het erg toe dat hij het weet, maar ik wist het absoluut niet. En dat is heel vrij simpel. Als je überhaupt van een leeropdracht wil spreken, was de Verenigde Staten in de 20e eeuw. Ja. Dat is ook waar ik over geschreven heb. Ik wist niks van de Verenigde Staten in de vroege 19e eeuw.
Daarom was ik ook vrij, nou, kom ik weer terug op dat punt, dat heb ik nou gemaakt, misschien moet ik dat ook niet doen. Ze vonden het wel vervelend, hè? Ze vonden het vervelend dat jij het niet naar je zin had, hebben ze gezegd. Ja, nou, ik had het inderdaad niet naar mijn zin. De afspraak was Amerika na 45, in het bijzonder de buitenlandse politiek. En daar hebben ze zich niet aan gehouden. Nou, neem John Jay, ja. Een man uit... Die man heeft groot gelijk, die heeft een belangrijke rol gespeeld in het grondvesten van de Amerikaanse Republiek, maar... Mensen die aan universiteiten werken zijn specialisten. Ik ben ook een specialist in de zin dat ik wel wat weet van de 20e eeuw, maar ook niet de wonderbaarlijke feiten waarvan men vindt dat ik ze zou moeten weten. Daarom sprak ik laatst, of straks, van je hebt een working knowledge, ja. Maar dat wil niet zeggen dat je ook weet welk ontbijt Eisenhower gebruikte toen hij voor het eerst in Parijs was. Nee, precies. Dat weten we niet. Nee. Precies, maar de makers hebben gezegd, we hadden... Dus, ja, John Jay, ja, fijn, maar nogmaals, ik heb geen idee. Ik heb er ook nooit iets over gelezen. Ik moet ook bekennen, mag je natuurlijk niet zeggen, dat het me nooit veel geïnteresseerd heeft. Dus. Nee, oké, dat is een helder antwoord. En de makers die zeiden van dat programma van vervelend dat hij niet naar zijn zin had, want dat was wel onze intentie om iedereen op zijn gemak te stellen. Waarom je dan zulke vragen stelt, dat blijft... Maar we moeten er zand erover. Ja, want voor je het weet zit je weer in shownieuws. Ja, die hebben nog gebeld, ja. Ja, die belden mij, mogen we het fragment gebruiken? Ik zeg, ja, laat het maar horen. Het is vrij, dus... Ja, daar hebben ze het laten horen. Toen ging Evert Santegoed, ging er helemaal over meepraten. Ja, ik weet niet precies wat hij zei, maar... Ja, dat is ook natuurlijk een kenner van de wereldgeschiedenis. Dat begrijp ik ook wel. Dat is een man die dat natuurlijk... Je begrijpt niet dat ze hem niet gevraagd hebben voor die 1000ste uitzending. Nee, maar dat schrijven ze nu op ergens. Dus goed. Volgende keer dus die strips. En als er nog als mensen nog wat hebben waarvan ze zeggen, ja, dat boek of dat verhaal. Ja, misschien ook. Want kijk, dat is het aardige van dat lezen. Dat lezen is generatiegebonden. Dus met iemand die ongeveer even oud is als ik, kun je heel makkelijk een conversatie opzetten van wat je las in je jeugd. Hè? Maar 10 jaar later is het al heel anders. En dus iemand die in 53 is geboren en die dus zeg maar op zijn 10 is gaan lezen, daar is de jaren 50 begint al te verdunnen en te vergrijzen. Je hebt veel verhalen gehoord die toch ook nu nog Winnie de Pooh, Niels Holgersson ook nog. Ja, maar Jules Verne denk ik dus niet. Nee, dat niet. Niels Holgersson weet ik ook niet helemaal zeker. Want ik ben dus niet tolerant als het gaat dat de mensen zeggen, ja, ik heb het op tv gezien. Ja, maar dat is dus Bolke de Beer. Maar die heb ik dus op tv gezien, maar niet het boek. Nee. Maar Bolke was in het boek ook een enorme sukkel in ieder geval. Maar dat vond ik wel leuk als jongetje. Ik zit er even wat mij aantrok was het wonen in een hol onder de grond. Dat vond ik leuk. En daar waren ook wel allemaal andere ook beesten. Ook wel in een hol onder de grond wonen. Ja, ja, ja. Hey, je hebt er wel veel van geleerd, denk ik, toch? Van al die verhalen. Nou ja, ik las graag. Wat leer je ervan? Ik moet zeggen, ik ben ook aan een encyclopedie begonnen. Het is een beetje, je weet dat Flaubert dat een soort van... hoogst ironische roman daarover gestart is, over twee mannen die een boek willen maken, een encyclopedie waar alles in staat. Ja, ik had ook de ambitie om een encyclopedie te maken. Maar ik ben niet zo verschrikkelijk ver gekomen, want het probleem was natuurlijk, hoe krijg je het zo op papier dat het ook voor anderen leesbaar is? Dat had weinig zin dat ik het met de hand schreef, al had ik een redelijk netjes handschrift toen. En mijn tante, die kon ongelooflijk snel typen, heeft voor mij wel een aantal van die lemma's getypt. Het enige wat ik me herinner was mijn lemma over de Filipijnen. Waarom ik nou met de Filipijnen ben begonnen, dat weet ik ook niet precies. Maar ja, ik had en heb altijd de ambitie gehad om een encyclopedie te maken. Ja. Liefst een encyclopedie met kennis die ik leuk vind. Hè? Dus niet over John Jay, maar een... Precies, ja. Eventueel over het valse gebit van Washington. Goed, het zit er weer op. Ja. Wat is dat voor iets raars?